Mitchell, degene die als laatste beneden is, is een zeko. 3, 2, 1, go. Oh, oké, dames en heren. Begin deze video met liken, want eerlijk, de laatste beneden is een zeko, jongens. Oh my god. En hè? Er is helemaal geen water. Maar mensen kunnen voor de 30.000 likes gaan, want anders komt Pennywise achter je aan. Jawel, echt 30.000 mensen. Dus jullie moeten gewoon echt liken. Je hebt eigenlijk bijna geen keus. Maar Mitchell duurt wel heel lang voordat hij beneden is. Eens even kijken hoor. Waar is hij dan eigenlijk? Oh my god. Is hij gewoon echt een zeko? Of hoe zit het? Oh, hij is langzaam. Waar is Mitchell? Ik zie hem letterlijk helemaal nergens vandaan komen. Maar we zijn echt van het wachten. Ik wist het dat hij een zeko was. Wow, wat gebeurt daar zo? Oh my god, een hele explosie daarboven. Wat? Oh my god. Oké, dat is niet best. Ik dacht, het gaat wel even duren dat hij beneden komt. En dan gebeurt er een explosie. Ik heb geen idee wat hier aan het gebeuren is. Maar volgens mij is Mitchell aan het glijden, toch? Of is hij naar boven? Hij moet toch niet in de maling? Want eerlijk is eerlijk, het is wel een hele harde grond. Het begint nou te regenen? Of wat leek het even zo? Is hij aan het rollen? Oh my god, wat? Are you kidding? Wat? Mitchell, je bent wel heel laat. Ja, sorry. Het regent ook nog eens. Lekker weertje. Oh. Mitchell, kom. We gaan eruit. Ja, is goed. Oh, ik zweer het je. Ik heb gewoon gewonnen, oude zeko van me. Ga je me nou zeko noemen? Ja, heb je gelijk te geabonneerd trouwens? Tuurlijk, ik ben altijd al geabonneerd op je kanaal. Ik heb lekker, deze video heb ik ook gelijk. Ik ga even beneden kijken, ja, want ik moet even iets uit de vendingmachine halen. Blijf even boven. Oh, ja. Oké, ik heb even echt dorst gekregen, man. Ah! Wat? Dat is Pennywise. Mitchell, we moeten wegwezen hier. Er zit een clown hier beneden. Een horrorclown. Wat? Een horrorclown. Nee, ga weg. Kom. Is er een clown hier? Ja, zeg toch. Kom dan. Oh my god. Oké, kom maar. Moeten de auto in. Ik zweer het. Jij gaat achter ons aanrennen, bro. Oh ja, kom bij ons aan. Oh nee. Oké, kom. Snel. Join de auto. Snel. Kijk dan, hij staat daar klaar. Oh my god. Moet ik hem aanrijden? Ja, ik kan, denk ik. Nee, beter niet, man. Ik zweer het je. Ik tol te veel met deze auto. Waar moet ik naartoe, in godsnaam? Ik ben helemaal niet blij. Maar kan ik hiervan afspringen misschien? Oh, zou ik niet doen. Ik heb een idee. Oké, want dit gaat anders veel te lang duren. Weet je wat ik ga doen? Nou. 3, 2, 1. En dan gaan we dan. Joink. Ja. Oh, yo. Gaan we in dat zwembad belanden? De Jansu Tower. Wat doe je? Lekker toch? 1, 2, 3. Hoppa. Lekker. Zo. Dat was een hele mooie landing. Alleen, gaat het? Mitchell? Gaat het? Mitchell, are you okay? Oh my god, wat moet ik doen? Mitchell is neergevallen. Mitchell, word wakker. Mitchell, oh nee. Wat moet ik nu doen? Ik had toch geen helikopter hier laten komen? Dat gaat niet. Dacht je nou echt ook hopen dat ik flauw was gevallen? Dat hoop ik zeker niet. Hallo, denk je zelf. Anders had ik toch wel anders gereageerd. Jezus, joh. Oké. Okay. We gaan naar beneden toe. We gaan naar beneden. Oké, go. 3, 2, 1. Joink. Let's go. Lekker. De enige in Nederland die niet kan rijden, ben jij wel de waan, hè? Hoezo kan ik niet rijden? Je ziet toch precies wat ik doe? Ik rij niet, ik vlieg. Vliegauto. Een auto van 5 ton zeker. Ik heb hem gejat, dat weet je zelf ook wel. Ja, van Mr. Beast waarschijnlijk. Ja, klopt. Mr. Beast heeft ook zo'n vliegende auto. Heb je die niet gezien, die video? Ja, die video heb ik gezien. Ja, ik heb die ook gezien. Ik vind het een hartstikke leuke video van Mr. Beast. Eén grote topper dat het is. Ja, en als je hem toch die auto heb je gestolen. Ja, maar mensen, weet je wat? Ik ga even lekker oproeven en dan gaan we even lekker naar de McDonald's toe, want ik heb honger. Oh, we zijn eindelijk uit die file, maar heb jij zin in frietjes, Mitchell? Nou, ik heb wel zin in meerdere dingen. Ja, dat hoeven we niet te weten, hè? Laten we lekker friet gaan eten. Nee, dat bedoel ik niet. Ook bijvoorbeeld kipnuggets of een burgertje. Oh, dat. Ik dacht al, je ging ineens over hele andere details beginnen, vriend. Ja, gelijk weer over dat denken. Echt viezerig. Ja, nou, laat ik even gaan bestellen. En wat is dit voor man? Hij staat er niet in zijn blote bad, hè? Godverdamme, ik ken deze mensen. Hey, meneer, zou ik alsjeblieft een Happy Meal mogen met kipnuggets, met frietjes, met appeltjes en met fristy? En wat wil jij, Mitchell? Geef mij maar een, even kijken, Big Mac menu. Big Mac menu? Dat is goed. Komt in orde, meneer. Dankjewel, meneer. Als jij even onze Big Mac menu wil voorbereiden, dan zou ik dat helemaal fantastisch vinden. Huh? Kwam hij nou uit het lijf van Grimace? Mitchell, hoorde je dat? Huh? Waar is Grimace? Pennywise hoorde ik, maar het leek alsof hij uit een maag van Grimace kwam of zo. Meneer, mag ik heel even achterkijken? Nee, dan blijf je godverdomme van weg, oké? Ik ga gewoon achterkijken. Hey Mitchell, doe dat nou niet. Blijf eens even hier, jongen. Er is niks achter. Weet je, fuck it. Ik ga gewoon kijken, oké? Laat mij maar doen. Hey, staan blijven, je achterlijke gladiool. Nee, ik blijf niet staan. Ik ga hier kijken, ja? En oh my god, hier is helemaal niks. Oh, en de wc is vrij. Oh, ik dacht dat ik een clown hoorde. Pennywise, what the f? Oké, we gaan hier even kijken en hier is hij ook al niet. Oh, oké, maar het is in ieder geval Grimace. Nee. Huh? Het komt eruit uit het lichaam van Grimace. Mitchell, hoor je dat? Ja, denk ik. Hoezo komt het uit het lichaam van Grimace? Is het? Huh? Ik snap er helemaal niks van. Zeg Delano, ga het godverdomme even opdieven, jij meneer. Nee meneer, u loopt ons op te biechten. Weet je wat we met opbieters doen? Nee. Mitchell, doe eens even normaal. Hier, hij werkt ook nog in zijn onderbroek. Gadverdamme. Eww. Hier, zo. Nou, Mitchell, die ligt in ieder geval lekker te slapen. Oh my god. Nou ja, ik neem even Jan Burgers mee. Is al lang klaar. Ja, kom, we gaan. En Pennywise? Ik hou je in de smies, hè? Voorlap. Oké. Ja, ik weet het even niet. Goed, laten we gaan, oké? Ja, ik zit al in de auto trouwens. Ik kan even naar de auto. Kom. Hé, even wachten, want ik moet er voorin. Hé, ik moet voorin, hè? Jij mag niet rijden. Oh ja, sorry. Nee, niks, sorry. Kom, we gaan naar huis toe. Ja, niks, sorry. Ik schrijf in één keer zomaar op. Kom, weet je wat? Laten we gaan naar Osso. Let's go. Mitchell, we zijn dus bijna bij de kermis aangekomen. Kijk wat voor feestelijke sfeer er is. Overal confetti op de grond. Ja, en hoe heet die pop ook alweer? Squid Game. Squid Game. Ja, wil ik even ontmoeten. Hey, Squid Game. Mag ik een selfie met jou? Wow,
je bent wel echt groot. Oh my god. Als ik jou een knuffel geef, dan kom ik voor mij ergens tegenaan waar het wel heel erg zacht en sappig is. Maar laten we dat even niet doen. Laten we even instappen, Mitchell. Sappig is, je weet heel goed wat ik bedoel. Ik snap precies wat je bedoelt, Alana. Niet voor kinderen haar vatbaar. Moet je ook die tunnel? Ja, er zijn iets te veel kinderen die kijken, dus laat het maar niet zeggen waar het over gaat. Nee, laat het maar niet erover hebben, nee. Grote mensenhumor. Maar goed, weet je, we komen dus aan bij het pretpark. En oh my god, wat een mooi park is dit. Fantastisch. Het ziet er wel echt heel erg gezellig uit, vind ik. Dat vind ik ook. Oh, ik ga hieruit stappen, weet je. Ik ga even lekker die draaimolen in. Oh my god, tussen die paarden. Ik wil paarden knuffelen. Ik wil frikantellen eten. Oh, wacht. Dat lukt niet echt helemaal. Sorry, ik ben medelijk. Ik heb geen drankje op hoor, echt niet. Ik heb niks gebruikt. Nee, weet je het zeker? Ja, kom, we gaan even naar de DJ. Kom, Mitchell. Okay. Ja, oké, ik volg je. Oké, en kijk, oh my god, kijk eens wie de DJ is. Laten we maar gewoon doen alsof er niks aan de hand is, maar de muziek is best leuk. Jongens, ik denk dat de Lana nou iets op heeft, maar zin. Houd toch eens even je mond, kom. Ik heb niks gezegd. Hé, hey, zo. Hier, lig jij vriend? Wat doe jij een beetje buitenbeentje? Gadverdamme, wie shirt aan ook? Ijo, echt niet lekker dit. Kom, Mitchell. Wat? Je gaat naar de DJ-boek, toch? Ja, maar dat is het Pennywise, gast. Heb je niet gezien? Pennywise, waar? Kijk eens goed. Kom hier, volg mij nou eens. Ik kom eraan. Oké. Nou, in ieder geval, daar is Mickey Mouse. Hij is niet zo mouse eigenlijk, maar hey, hangt niet uit. Waar wil je in dan? Wil je in dit ding hier die constant over de kop gaat? Ik kan niet, ja, hoor. Ja, ik denk het wel. En, hè? Wacht, Attentie, attentie. De heer Goffin en de heer Mitchell. Jullie moeten onmiddellijk naar de auto komen, want jullie worden vrienden verzocht om naar huis te gaan. Mitchell? Hoezo worden wij per se opgenoemd en niet de rest? Ik heb echt geen idee. Kom, ga gewoon weg, man. Oké, nou, dan gaan we gewoon weg. Prima. Ja, ik weet niet hoe dat komt, maar zou Penny ons gezien hebben dan? Er zijn zoveel gave attracties. Kijk dan, hier links heb je er een paar, rechts. Oh, het zijn zoveel maar attracties. Maar de kermis is voor iedereen. Ja, toch? Ik wil het zeggen, maar hè? Waarom worden wij verzocht het park te verlaten? Wat is dit? Nou ja, dan gaan we het park verlaten. Laat me even instappen, ja? Ik ga er eens. 3, 2, 1, go. Ja, nu mag jij. Oké, dan gaan we het park verlaten, denk ik. Ja, dan moeten we blijven naar huis. Ik vind het wel heel saai dit. Waarom? Ik snap helemaal niks van. Ik heb er niks geks gedaan. In de booster. Ja, ik wou er net even in. Weet je wat? Bedoel, ze verdienen geld aan ons, letterlijk. Wij verdienen geen ene rode cent van al die attracties erin. Sterk, het kost ons nog geld om misselijk te worden en kotsen, weet je wel. En dan moeten wij gewoon gaan. Ik denk dat Pennywise je at zit. Dan heeft ons gezien. Heeft hij ons gesnitcht? Ik denk het. Maar ja, hij is natuurlijk de DJ. Daar kan niet zoveel tegen ons doen. Nee, maar ik denk... Dalana, jij hebt echt serieus wat op. Wat nee, heb je kijk, we zijn tenminste buiten, anders moet ik hem omrijden. Eerst wil je een frikandel van een paardenlul en dan op een gegeven moment dan... wat wil je nou, jongen? Naar huis, kom. Weet je wat, ik zie je wel weer thuis. Mitchell, we zijn weer bijna thuis aangekomen. Wat vind je daarvan? Ja, heerlijk eigenlijk, man. Ja, inderdaad. Ik heb ook weer tijd om te slapen. Het is 2:30. Ja, het is echt laat al, joh. Oh my god. Ja, man. Oké, nou, we gaan in ieder geval lekker naar bed doen, want ik ben ook echt moe, man. Weet je. Kom, we gaan naar binnen. En weet je wat, dan ga ik even een jump nemen en dat soort dingetjes. Want ja, ik ben echt gewoon op. Oh. Weet je wat, mensen? Mitchell, tot morgen. Tot morgen. Oh, een hele goede morgen. Oh my god. Ik ga even kijken of Mitchell wakker is. Ik ben echt kapot gewoon. Ik zweer het je. Maar ja, weet je, ik heb wel even lekker kunnen slapen. Dat scheelt ook alweer. Kapot zijn en lekker slapen. Het zijn 2 dingen door elkaar. Maar maakt niet uit. Even kijken hoor. Zal hij dan hier zijn? Mitchell. En waar is Mitchell nu weer? Oh my god. Ik weet niet waar hij is gebleven, maar is hij nou serieus weg? Oh my freaking god. Oh. Attentie, attentie. De Lana. Als je Mitchell wil zoeken, dan moet je naar de waterglijbaan gaan. Waar je gisteren ook was. Huh? Ik snap helemaal niks van. Ik moet naar het waterpark komen? Are you kidding me? Nou, het zal in ieder geval wel. Weet je wat? Ik ga de auto pakken en ik ga lekker naar het waterpark toe. Want eerlijk, ik moet er nu even heen, man. Oh my god. Dit is wel heel raar. Ja, ik ga gewoon even de auto pakken en ik denk dat het best is om even die kant op te gaan, hè? Oh, ik ben serieus kapot en dat moet ook nog niet gebeuren. Nou, het zal wel. Weet je wat? Laat even die kant op rijden en ja, dat is. Oké, poort gaat even lekker open. Kijk, helemaal fantastisch. En dan, zie ik jullie weer bij het waterpark, hè? Dus mensen, tot daar. Nou, Mitchell, ben dus weer bijna boven aangekomen. En oh my god, ik moet even kijken of hij er ook is. Ik zweer het je. Nou, ik hoop dat ik Mitchell ga zien, man. Oh my freaking god. Ik moest dus hier naartoe. Ik vind het heel raar dat ik ineens in te komen in mijn huis heb. Dat snap ik ook al niet. Maar hier is het de grote glijbaan, hè? Maar waarschijnlijk zal ik dat daar zijn, of niet? Ik weet niet. We moeten sowieso even een race houden. Ik denk dat dat het idee is. Maar en wie moet ik een race houden? Mitchell, met de clown? Ik snap er helemaal niks van. Ik wil even gewoon antwoorden krijgen. Misschien moet de clown zo even proberen te spreken. Weet je wat, mensen, ik zie weer boven. Zo. Oh, ik ben echt back off, man. Ik zweer het je. Ik ben bijna boven aangekomen. En hey, wat doe jij hier? Zo, de Lana. Ja? Jij hebt mijn bericht ontvangen. Ja, klopt. Ik heb de 9-jarige haar. Oftewel, Mitchell heb ik in. Oh my god, ben je serieus? Ik ben heel serieus, maar ik daag jou uit voor een paar opdrachten. Oh, vertel. En de eerste opdracht is heel simpel, maar het wordt steeds moeilijker. Oké. De eerste opdracht is om met mij samen te racen van de glijbaan. Oké, kom maar op. Nee. Van welke ga jij? Ik ga van de linker. Ja, maar van Oké, dan ga ik van de rechter. 3, 2, 1, go. Joink. Oké, mensen, ik ben waarschijnlijk sneller. Oh. Kijk dan, hij moet er helemaal bochten gaan maken. Ja, dat hoef ik dus niet. Dat scheelt weer. Oh my god. Oké, 3, 2, 1, joink. Oeh, en... ouch. Oké, dit doet wel heel veel pijn, maar ik heb wel gelijk een klap gehad. Ik ben hartstikke wakker. En nu Mitchell nog. Oké, waar gaat het over Twinsen? Mitchell, ik heb de clown Pennywise. Oh my god, ik ben helemaal in de war. Maar goed, weet je,
Even kijken, hoor. Komt hij aangeleden of niet? Oké, ik zie wel iets, maar even zien. Komt hij nou serieus naar beneden of niet? Ik snap er helemaal niks meer van. Komt hij nu? Ik zie helemaal niemand komen. Waar is die clown? Oh, daar is hij. Nou, ik heb dus wel heel duidelijk gewonnen van hem. Nou, Pennywise, ik heb dus duidelijk van jou gewonnen. Ah, verdomme, het was voor mij echt een slechte keuze. Ja, inderdaad. Oké. Wat is volgende? Volgende opdracht om de 9-jarige te terug te krijgen. Ja? Wat moet ik doen? Ga maar even naar de toer. Hier beneden. Oké, nee, is goed. Ik ga even kijken. Waar oh my is god. De volgende opdracht? Oké, en wat is de volgende opdracht dan precies? En wat? Oh my god, wie is dat in de verte? Ik kan die goed zien. Wacht, wie is dat? En wat? Mitchell? Nee, Pennywise. Oh my god, are you kidding me? Huh? Nee. De lama, je bent in de val gelokt. Oh my god, ben je heel serieus? Nee. Dat betekent dat we een gevecht aan moeten, hè? Hé, wat denk je wel niet, hè, rotclown dat je bent? Oh my god. Hè? Wat heeft dit te betekenen? Hey, doe eens even normaal, joh. Achterlijke gek. Hè? Oh, ik heb ook helemaal geen wapens. Oh, oké, is hij neer? Denk het. Oké, toch niet. Hij is niet neer. Hey, stop er eens mee. Au. Oeh. Oh nee, dat meen je niet. Ja, rot clown. Hey, ik zweer het je. Je hebt een beetje ontvoerd, hè? Oké, lekker voor je. Au. Oh, ik moet hem even hebben. Ik zweer het je. Ik moet hem pakken eerst. Oké, go. Oh. Oeh, nee. Ik moet Mitchell niet raken. Oh nee, au. Oeh. Oké, stampen. Let's go. Je eigen Mitchell. Zo, hoppakee. Nou, die is hartstikke neer in ieder geval. En Pennywise, wat? Hoeveel levens heeft die gast? Au. Hey, doe ze even normaal, joh. Achterlijke geladen, joh. Hey, doe ze even normaal, gek. Zo, en nu liggen jij. Hè? Dit laat ik nooit toe. Ik ben dus nu bij de gevangenis. En wat is bij iedereen gebeurd? Oh my god. Iedereen ligt daar gewoon... Wat? Ben je serieus? Iedereen ligt dood neer. Oh my freaking god. En... Wacht, oh nee. Mitchell, waar ben jij? Mitchell? Hè? Huh? Waar ben je? Wat? Wat doe je daar? Je zit met een medegevangen in de gevangenis? Wat is er gebeurd? En gast, wat heb je in de gevangenis gedaan? Kijk eens naar die muur. Wat heb jij daar gedaan? Nee. Wat is er gebeurd? Ik weet niet, maar iedereen is neer. Heb je echt niks gezien? Eerlijk is eerlijk. Je hebt toch iets gezien? Nee, ik lag te slapen. Maar ik ben in één keer wakker geworden op de grond. Wat? Oké, zat er misschien een raar persoon in de gevangenis toen? Want jij hebt er al een tijdje in gezeten nu. Jij weet dat. Nou ja, kijk, dit was mijn medegevangene. Die zit in mijn cel. Nou, dat was echt een eikel. Dus ik ben blij dat hij dood is. Maar... Ja, ik herinner me wel een vrouw die leek op een clown of zo. Een vrouw die leek op een clown? En kon ze normaal praten? Had ze gewoon normaal gezicht? Of hoe zag ze eruit? Nou ja, gewoon als een clown, hoe een clown eruit ziet. Gezellige clown, boze clown, weet ik het wat. Nou, best wel kwaadaardig. Ik ben zeggen, een clown zit niet zomaar in de gevangenis. Oh my god. Nee. Heeft dat ook op jouw muur geschreven dit? Want stond het er al? Nee. Dus ik denk dat zij dat heeft geschreven dan. Jeetje mineetje. Oké, dat is wel heel creepy. Ja, dat zegt al genoeg dat ze best kwaadaardig is dan, lijkt mij. Ja, en in ieder geval laten we lekker gaan zwemmen, want ik denk dat een goed idee is om te doen, dus laten we dat doen. Oké, dat is goed. Nou, kom maar, zou ik zeggen, dan gaan we even naar het waterparkje toe, want oh, wat is echt niet best, man. Heel die gevangenis helemaal naar de knoppen. Zo, nou, ik ben echt blij dat ik hieruit ben, want toen ik wakker werd, dacht, wat is er gebeurd? Je zou vandaag vrijkomen normaal gesproken, maar ja, vrijbij in ieder geval, dat scheelt weer. Oké, er is wel een man. Ik kan misschien hem even vragen. Ik ga het eens doen. Meneer, kunt u mij misschien iets meer uitleg geven over wat er gebeurd is? Want ik snap er helemaal niks van. Ja, maar natuurlijk, meneer. Wat wilt u weten? Iedereen in celblok 7 is dood. Hoe kan dat? Behalve de 9-jarige hater. Heb je iets meegekregen of zo? Nee, ik heb verder niks meegekregen, als ik eerlijk ben. Kijk, ik heb wel nachtdienst gehad, maar verder zag ik niemand lopen. Niemand lopen? Oké. Nee, dat is goed, want ik wil het wel even weten, want ik vind het heel raar dit. Nee, nou, dat begrijp ik heel goed. Ja, ik kan eventueel ook even naar mijn baas toe gaan en dit even melden. Ja, als je dat wil doen, dan ga ik even verder met Mitch op pad. Ja, dat is helemaal goed. Okidoki, doei. Vandaag was hij vrij, toch? Hij is al vrij vandaag, hij is nu vrijgekomen. Oké, nou, helemaal goed. Is goed. Doei. Doei. Oké, nou, laat ik er even de auto instappen en dan gaan we even naar de plek toe rijden. Mitch, ben je er klaar voor? Ja, ik ben er wel klaar voor, ja. Ik ook. Nou ja, weet je, dan gaan we nog wel lekker naartoe. En ik denk dat we gewoon, ja, meer kun je eigenlijk niet doen. Dus laten we gewoon even rijden. Oh my god, wat is er voor plek, joh. Ja, een gevangenis, dat weet ik ook wel, maar... Damn it. Weet je wat, mensen? Ik zie er wel weer... Wat zeg je? Ik wou net zeggen, inderdaad. Wat voor plek is dit? Een gevangenis. Nou, oké. Weet je wat, mensen? Ik zie er wel weer verder. Dames en heren, we hebben net even lekker naar de McDonald's geweest. Even lekker gegeten, toch? Zo, ja, ik zit wel vol, man. Ja, ik ook. Dat was wel lekker eten. Hey, wat is dit voor plek? Two Hoots Falls? Dus twee uilenval? Wat? Hè? Wat is het dan hier? Wat is dit dan precies voor plek? Kom, stap uit. Een soort, waterval. Oh my god. Wat is dit? Dit is wel heel mooi. Stap eens uit. Ja, ik ben er. Ik ben hier. Waar ben jij? Oh, daar. Ja, oké, top. Laten we bij die waterval kijken. Ik ben heel benieuwd. Jij niet? Ja, ik ook. Kom, laten we gaan... Oké, oh my god. Dit is wel een rare plek, dit. Ik zag ook dat ik jij ook... Oh, hè? Wat? Ik zie daar een clown. Wacht, hè? De clown. Wat is ik dat? Ik herken die clown. Wie is dit? Oh my god. Dat is die clown. Ik herken hem. Hè? Oh my god. Are you serious? Ja. En die heeft iedereen doodgemaakt? Ja, die heeft iedereen doodgemaakt. Kom niet dichtbij. Oh my god. Nee. Oh my god. Het is
hij aan het doen? What the fuck hoor ik nou weer? Hij is echt rare geluid aan het maken, maar hij heeft dus iedereen vermoord? Is dat serieus? Ik denk het wel. Ja, hij komt me zo herkenbaar voor. Dus okay. Laten we snel naar de auto gaan, oké? Okay? Ik denk dat het een goed idee is. Hallo? Daar ben ik dan. Oh my god, Mitchell, moet er nu weg. Even doorgaan. Oh. Hij is daar. Oh my god. Nee. Oh, het is een vrouw, Oh, damn it. Oh my god. Dit is wel heel erg eng, bro. Ja, hé, maar hoe kan hij niks zo snel achter ons staan dan? Ik heb geen idee. We moeten wegrijden. Oh nee, ik zweer het je. We moeten wegwezen hier, man. Oh, dit is echt niet best. Oké, ik hoop dat we even moeten naar links toe. Ik denk dat dat best een goed idee is. Dus laten we dat doen. Lana, zullen we anders naar je huis toe gaan? Ik denk dat dat beter is. Ja, laten we heel snel naar ons huis gaan. Ik zweer het je. Ik denk dat dat best is om te doen. Wat? Oh my god. Wat? Wie is dat? Oh, wat joh. Nee, je rijdt hem vol aan. Dat is die clown toch? Ja. Ja, boeien. Het is maar een clown. Ja, het is maar een clown. Weet ik voor misschien dat... Hij staat midden op de weg. Ja, maar gast. Ik heb nog gezegd rennen. Ja. Ik weet het, maar oh nee, oh, ik zweer het je, van de berg. Oh my god, ik ben helemaal in shock op dit moment. Ja, maar misschien dat het iemand wel is die gewoon in een kostuum is, weet ik veel. Laten we naar huis gaan, dan gaan we morgen lekker naar oma toe, goed? Ja, dat is goed. Oké, mensen, hier is ons huis en ik denk dat het beter is om te slapen, want ik ben er helemaal klaar mee op dit moment. Nou, ja, dat dacht je van mij. Ik ben net vrij uit de gevangenis en dan vervolgens zit er een of andere clown achter ons. Ja, maar hoe is hij zo snel? Is hij sneller als ons been? Ik bedoel, we zijn weg van hem gereden, we rijden hem aan. Ik weet niet, ik heb er geen verklaring voor, maar het is heel erg fit. Ik ga ergens als een weer, ga ik naar binnen. En we gaan lekker naar bed. Ja, ga jij maar lekker naar bed. Ik ook naar bed toe. Ik ga naar bed, zeker weten. Nou, slaap lekker, Delano. Hey, slaap lekker, Mitchell. Oh my god. Wat een rotdag is het vandaag ook. Oké, mensen, ik denk dat ik even lekker een plonsen naar mijn bed ga nemen. Niet in het water, want ja, ik kan aan het zwembad gaan slapen. Maar dan verdrink ik waarschijnlijk. Geen goed idee, dus wel rusten. Oh, een hele goede morgen zonder zorgen. Ik word weer wakker en oh my god, ik zweer het je. Ik ben dood en doodmoe. Maar dat maakt niet uit. En wat is dit nou voor YouTube kanaal? Wat staat nou op? Jeez Nuts? Oh my god. Oké, wat een kanaalnaam. Die is naad. Maar dat maakt niet uit. Oh my god. Ik ga even naar Mitchell toe. Ik moet hem even wekken. Ik hoop alleen niet dat je meegenomen is. Maar hey. Hey Mitchell, goedemorgen. Goedemorgen zonder zorgen. Laten we naar oma gaan. Ja, dat is goed. Ja, eerlijk. We moeten snel zijn, want ik heb een beetje verslapen eigenlijk. Jij niet? Het is 10:30. We hadden 10:00 al afgesproken, man. Ja, ik zweer het je. En waar is mijn auto, Mitchell? Zie jij mijn auto? Had je hem niet in de garage gezet, de auto? Oh ja, kan wel. Oké, kom Mitchell. Dan gaan we naar de garage. Even naar de garage. Ja, oké, go. Even kijken. Ik zweer het je. Dat is heel raar dit. Oh my freaking. Wat? Een clownsbus? Nee. Wat? Nee. Maar dan zijn ze dus hier geweest. Dat weet ik niet. Ik zweer het je, maar waar is mijn auto dan? Echt? Hebben ze je meegenomen? Denk ik. Kom, we gaan even de clownsbus in. Ja, weet je, we moeten toch maar rijden. Kom. Jij rijdt, hè? Ja, tuurlijk. Oh, vind ik wel leuk. Oh, dat vind je wel leuk. Oké, nou, dat kan. Erbij geschud in ieder geval. Dus laten we gewoon gaan, hè? Ja, als er een clown is, dan... Bam. Dan schiet ik hem wel neer. Ja, nee, precies. Wat is dit voor toeter? Hoor dan. Wat is dit? Eerlijk, wat is dit dan, hè? Ik snap helemaal niks van. Ik snap er ook niks van. Maar, nee. Maakt niet uit. We hebben in ieder geval vervoer. Daar gaan we wel. Ja, 100%. Oh my god. Ik stuit er helemaal. En het is wel een grappig busje, dat wel. Ja, wel een grappig busje, alleen het is niet mijn bus, dat weet ik wel. Ja, dan blijft weer een mysterie waar je auto is. Heeft oma jouw auto niet dan? Denk het niet, want denk ik dat oma een Audi kan rijden? Je weet het niet, je oma is misschien net te gek af en toe. Ja, oké, dat is wel waar. Nou, weet je wat, ik zie wel bij oma. Nou mensen, we komen dus bijna aan en kijk eens, Mitchell, mijn auto staat hier. Ja, ik zie het niet, ik zit achterin. Zou oma, waarom heeft mijn oma die auto dan? Oma heeft dan niks met mijn auto, die kan toch geen auto meer rijden? Die is al bejaard, die kan lang niet geen auto meer rijden. Of misschien heeft ze nooit een rijbewijs gehad? Ik zat vragen aan oma. Ik zat zeker niet te vragen, ja, want dit is wel heel raar. Ja. Hey oma. Dag oma. Hey. Hoe is het dan? Ja, gaat goed hoor. En met jou ook. Ja, bij mij gaat het heel goed zelfs. Maar oma, even een vraagje. Die auto die daar buiten staat. Ja. Zes en ik in je auto rijden. Waarom ben je die meegenomen? Ja, ik weet het ook niet. Ik denk dat ik hem heb gewonnen van een postcode loterij of zo. Geen idee. Postcode loterij. Ja, je bent natuurlijk ingeschreven. Ja, een beetje apart. Want ik dacht, je kan helemaal geen auto rijden. Maar het is mijn auto. Dus de postcode loterij is natuurlijk mijn auto eventjes. Oh, dat is niet de bedoeling. Ik wou net zeggen. Mitchell, vind je dat niet een beetje raar? Ja, dat vind ik wel een beetje apart als ik eerlijk ben. Kijk, ik bedoel, het is leuk om mee te doen aan de postcode loterij. Maar om dan dingen te jatten. Ja, dat kan toch niet zomaar, maar zal wel dan. Nee, inderdaad. Hey, maar goed dat je hier bent, Delano. Ja? Ik wil iets zoeken, maar ik kan het niet vinden. Oh, en het is in de kelder. Oh, wat wil jij hebben? Een soort van gereedschapkist. Gereedschapkist? Ja, het is een gereedschapkist van mijn man. Oh, maar die is heel erg verroest, maar ik kan hem gewoon niet vinden. Ik kan eens kijken voor je, ja? Ja, dat is goed. Okidoki. Nou, Mitchell, blijf hier eventjes, mijn oma. Ik blijf wel hier. Okidoki. Dan ga ik even naar de kelder toe, want dan gaan we even kijken of ik een gereedschapkist kan vinden. Want ja, blijkbaar heeft oma er eentje nodig. Dus laten we ook even kijken. Oh my god, een gereedschapskist. Waar kan die zijn? Eens even kijken, want ik zie hier allemaal gelicadium liggen. Ik zie drugs liggen. Ja, ik weet niet. Mijn oma doet normaal geen drugs normaal gesproken. Wacht eens even. Volgens mij in die doos ergens, hè? Even kijken. Ah, hier hoor. Ik heb al een jerrycan. En dan heb ik hier wat gereedschap. Ja, in die kratten. Ik heb er eentje. Kijk, daar is hier de gereedschapskist. Mooi. En nu weer terug naar boven. Laat ik er even terug naar boven gaan, want ik zweer het je. Ik heb hem gevonden hoor. Hey, oma, ik heb een gereedschapskist gevonden. En oma, waar ben je? Hallo. Nou, in ieder geval, ik ben blij dat ik de gereedschapskist heb. Dus ja, en oma? Waar is oma nu weer?
Hmm, dat is oma, hè? Snap er niks van. Even het raam kijken hoor. Wat? Die bus gaat rijden? Of wie zit er in de bus? Die bus gaat weg. Oh my god, ik ga even achtervolgingen zetten. Ik zweer het je, man. Oh nee, au, oh, ouch. Ah, ik struikelde over gereedschap. Ik ben ook een domme gast. Ik zet die gereedschapkist ook helemaal verkeerd neer. Maar waar is die bus naartoe? Oh my god. En ik ben van me kwijtgeraakt. Ik kan wel even kijken waar die is, maar het is wel heel erg raar. Ik zweer het je. Ik had die gereedschapkist voor oma willen pakken en in één keer is de bus weg. Nou, ik snap er helemaal niks van, maar laten we die bus gaan zoeken. Ah, ik kan ook helemaal niet rijden, man. Ik zweer het je. Ik ben echt dom, dom, dom. En olie, olie, dom. Letterlijk. Weet je wat, mensen? Laat gewoon extra veel gas gaan geven. Dan gaan we even op zoek naar Mitchell, oma en weet ik wat allemaal. Want dit kan niet. Wat hier gebeurt, dat is gewoon niet oké, man. Nee, auw. Oh, weet je wat, mensen? Ik ga even op zoek en ik ga even kijken of ik die kan vinden. Dus tot daar. Dames en heren, jongens en meisjes. Ik denk dat de hoogste tijd is om even lekker te tanken. Want eerlijk, mijn auto is zo leeg, jongen. Maar ik zweer het je. Weet je wat mijn auto omroept? Benzine. Meer roept hij niet. Hij heeft echt hoge, hoge dorst. Maar goed, weet je? Laat ik even benzine gaan geven. Oh my god. Oké, dan gaat dat eventjes heen. Hoppakee. Even wat benzine erbij gooien. Ja hoor. Oh, heerlijk. Mijn auto krijgt genoeg benzine. Kijk, zo doen we dat. Even die jerrycan er tegenaan gooien. Nog een beetje bij. Oh, hij heeft nog iets van. Oké, nog een paar liter erin. Oké, er moet sowieso 40 liter in. Oh my god, ik denk dat ik er nog iets van 39,5 liter in moet gooien. Voordat hij een beetje vol zit. Bijna, 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 bijna. Ja, 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 ja. En stop maar. Oké. Nou, mijn auto heeft sowieso genoeg benzine gehad. Laat ik even gaan afrekenen. Ik denk dat de hoogste tijd daarvoor is. Oké, laat ik even gaan afrekenen. Oh my freaking god. Ik heb trouwens even echt zin in een donut. Ik zweer het je. Laat ik ook even een donut meenemen. Oh, en even wat curry of ketchup. Weet ik het allemaal wat. Tomaten, ketchup, Heinz. Je hebt gewoon zelfs echte ketchup. En je hebt Albertijn mayonaise. Van de Albertijn. Oké, die nemen we ook eventjes mee. Huismerk. En wat hebben we nog meer liggen? Lees. Laat ik ook even wat lees meenemen. Er liggen magazines. Zijn het ook allemaal Nederlandse magazines of niet? Nee. Volgens mij niet. Daar gaat niet in. 7-Up, Mountain Dew, Albertijn Cola. Even alles meepakken. Ja, lekker man. En natuurlijk even een slush puppy. Genoeg. Meneer. En meneer, ik wil even afrekenen. En wat gebeurt er nu weer? Oh my god, wat is er met die man gebeurd? Nee, ik zie een clown buiten. Nee. En die man is dood. What the hell? Oh my god, dat meen je niet. Hey, stoppen jij? Nee. Waar ga je? Wat ben je van plan? Oh nee. Wat? Are you serious? Oh nee. Mijn auto staat in brand. Wat moet ik doen? Oh, het hele tankstation. Ah, nee, mijn auto. Oh, ik zweer het je. Oh, ik ga hem even terugpakken, denk ik. Oké, mijn auto is in ieder geval gewoon... Weet je wat mooi is? Mijn auto is fire bestanding. Dus laat ik even tegen hem aanrijden. Oeh, auw. Oké, dat had ik beter niet kunnen doen. Ouch. Oh, ik had dat beter niet kunnen doen. Oh, ik ben helemaal gewond geraakt. Ik zweer het je. Oh my god. Ik ben helemaal kapot. Ik weet niet wat er gebeurd is, maar mijn auto staat in ieder geval nog wel. Daar ben ik heel blij mee. Dus laat ik even een stukje gaan rijden. Ja, dat moet ook gewoon gebeuren, jongens. Oh my god. Wat is gebeurd? Ik zweer het je. Dit is echt heel raar. Maar ik denk dat het best is om gas te geven. Ik ben dus helemaal gespannen hier zo. Oh nee. Waar zou die clown nou precies zijn? Ik weet het niet. Als clowntje nou ontsnapte uit de gevangenis. Want die zat in de gevangenis. En dat blijft de vriendin van Pennywise zo, denk ik. Penny Louise heet ze, dacht ik. Hè? Dat is voor mij een naam. Penny Louise. Dat weet Mitchell, denk ik wel. Ik ga even vragen hoe die precies heet. Want Penny Louise is de vriendin van Pennywise. Alleen die is vastgezet. Pennywise is de enige die er vrij loopt en slim af is geweest. En heeft Penny Louise in de steek gelaten. Of ze nog echt vrienden zullen zijn, dat durf ik niet te zeggen. Maar in ieder geval, laat ik me eventjes naar het centrum gaan brengen. Dus ik zie je wel weer daar. Dames en heren, jongens en meisjes, wij komen dus bijna aan bij Penny Louise en het circus. Oh my god. Ik weet niet of die echt Penny Louise heet, maar ik denk het. Waar zouden ze nou eigenlijk precies zijn? Ik zweer het je. Dit is dus namelijk het blokkenpark. We moeten eens even kijken hoor. We gaan eens hier naartoe. En daar is er eentje. Oké, mijn auto zit dus blijkbaar vast. Echt niet handig. Maar laten we even uitstappen. Ik zie dus een Pennywise bus liggen en dit is niet best. Ik zweer het je. Ik weet één ding wel. Het is een territorium. Dat is wel duidelijk. Maar goed, gaat even niet om. Enfin. Maar waar zou Mitchell dan precies zijn? En wacht, wat? Mitchell en oma? Nee, Mitchell. Oma. Nee. Mitchell, word wakker alsjeblieft. Hier, wakker worden. Oma, jij ook even wakker worden. Kom. Oh nee. Mitchell, wat is gebeurd? Ik weet niet, man. Ik werd op mijn hoofd geslagen en ik werd meegenomen. Oh nee. Dit meen je ook gewoon niet, hè? Waar ben ik? Ja, je bent in circus blijkbaar. Kom, we gaan Pennywise zoeken. Oké, goed. Oké, mensen. We zijn dus onderweg. Even kijken, want waar is circus nou precies? Ja, weet jij het? Wat is dit voor plek dan? Oh my god. Kom, volg me. Ik dacht dat circus daar was, maar... Ja, hij is allemaal in de buurt. Kom. Man. Ik zie wel een olifant staan, maar dat is niet echt olifant van vreugde, denk ik. Denk je wel? Nee, ik denk het ook niet, nee. Oh my god. Hé, wat toen in één keer vrouw? Wat dan? Wat de hel? Hé, hey, eerlijk, ik zou ook even tegen... Hoppa, ik zou even tegenaan springen. Hoppakee. Nee. Ook even tegen jou, schat. Hoppakee. Hoppa. Ik ook wel. En die andere begint al te lopen. Joink. Sorry dat ik bovenop jullie lag. Ik hoop dat ik niet te zwaar ben. Ja. En niet slaan. Dat is zielig. Kom, we gaan naar het circus. Maakt niet uit. En hey, daar staan ze al hoor. Dat meen je niet. Hè? Aangenaam. Dit is Penny Louise. Penny Louise? Mitchell, weet jij er iets van? Nee. Ik werd alleen wel door Penny Louise werd meegenomen. Luister goed, Mitchell. Luister goed, Delano. Ik zat inderdaad in de gevangenis. Ik wist dat je vrij zou komen. Dit was een mooi moment om jouw bank te maken. En die muur, heb je die gezien? Dat komt door mij. Huh? Mitchell, die muur... Echt een vuile, vieze, gore clown dat je bent. Ik zweer het je. Oh my freaking god. Ik daag jullie uit voor een dubbelgevecht. Kom maar op. Oh my god, are you kidding me? Hey, dit gaan we niet beginnen zo, Pennywise. Wat denk je wel niet?
Je bent goed wijs? Hè? Hier. Au, dat denk je wel niet. Niet doen, hè? Lig jij. Hoppakee. Dat denk je al niet dan, joh. Zo doen we dat. Zo doen we dat. Pennywise. Blijf zo hebben ze volgens mij. Om het even zeker te weten. Die van mij die komt. Oh my god. Die komt nog overeind. Oké, ik ga even wat benzine hier gooien. Niks doen. Laat staan, laat staan, laat staan. Laat staan. Oké, niet vechten, oké? Au, Mitchell. Kom maar, hij gaat me slaan, Hier, hoppakee. Oké, nu in de val lokken, nu. Kom. Hier. Kom maar, Kluintje. Kom maar hier. Lekker voor je. Zo doen we dat. Zo ook doen even we bij dat hem eigenlijk, hè? Ik moet ook even voor hem wat benzine gooien, want dan weet ik zeker dat hij dood is. Zo doen we dat. Kijk eens. Zo, ja. Kijk, en dan ga ik even dit doen. Zo, hoppakee. Dan doe ik even de brand. Hier ook. Zo, nu zijn ze lekker echt hard verbrand, jongen. Wacht eens even. Huh? Wacht, waarom staat er een waarschuwingsbord voor mijn badkamer? Oké, dat is wel heel erg raar. Ik weet niet of mijn ouders er iets van weten. Pa, ma, heeft hier iets verstand van? Waarom staat er een waarschuwingsbord voor de badkamer? Maak, je mag geen zorgen. Er wordt een nieuwe spiegel geplaatst in de badkamer. Exactly. Dus je moet even wachten. Je kunt zo meteen in de badkamer in, maar nu nog even niet, want we zijn nog even bezig met werkzaamheden. Ah, vandaar. Maar wie heeft de spiegel nou weer besteld? Ja, Delano, dat heb ik gedaan. Oké, je hebt de spiegel blijven besteld. Nou, ik vind het maar mooi. Oh, laat ik even naar buiten gaan. My god, ik kan me niet eens opfritsen op dit moment. Ik stink in mijn mond. Dat is echt niet best. En hè? Wat krijgen we nou? Voor wie is die truc nou weer? Ik weet niet voor wie die truc is, maar het zal me wel goed zijn, weet je? Laat ik even gaan kijken. Wordt er met zo'n vrachtwagen één spiegel geleverd? Yep, dat klopt helemaal. Oh, wat even dan ook. Ik ga nog heel even naar mijn kamer toe. Het zal ook allemaal wel goed zijn, weet je? Oh my god. En hè? Wat heeft dat nou weer te betekenen? Hé, jongeman, de spiegel staat er klaar. Fijne dag nog, hè? Fijne dag. Oké, dus hij heeft de spiegel geplaatst. Ik vind het wel heel raar, want we hadden al een goede spiegel. Waarom nou weer een nieuwe? Nou, in ieder geval, het zal wel. Hij gaat er lekker vandoor. Dan ga je dan, meneer. Oeh, pas een beetje op. Dag, vriendjes en vriendinnetjes. Laat ik even naar de badkamer gaan. Hey, ik wil eerst! Oké, ga jij maar eerst naar de badkamer dan. Je weet toch al dat ik altijd als eerst wil? Ja, maar ik wil me ook opfrissen. Ik moet er ook even naar mijn vriendin toe. Alleen, man, ik stik in mijn bek. Mijn haar zit voor een meter. Zo kan het toch niet aankomen waar? Heb je pech? Ik moet naar mijn vriendje toe. Ja, die vriend komt elke dag. Ik ga maar één keer per week. Of twee keer per week naar mijn vriendin. Onloyale hond, die moet toch elke dag naartoe? Hallo, we hebben ons eigen leven. Dat zijn we allebei gewoon gewend van elkaar. Oh my god, ik ga eens even kijken. Ah! Huh, wat heeft dat betekenen? En wat gebeurt er nou? Hallo, Tracy? Tracy? Oh nee, Tracy? Wacht, waar is Tracy nu weer gebleven? En dit is de nieuwe spiegel van ons. Oké, heel fijn. Maar waar is Tracy nu weer? Ik durf het even niet te zeggen, maar. Tracy? Oh nee, Tracy is ook niet hier. Zat hij in mijn kamer zijn? Tracy, als je geentje wil uithalen, kun je toch goed tegen me zeggen? En Tracy? Wacht, oké, ik weet het eigenlijk niet. Waar is Tracy nu weer? Nee, Tracy is er ook helemaal niet. Dan misschien in het kaartje van mijn roemetje of van mijn kamertje van. Nee, daar is hij ook niet. My god, ik ben zo confused op dit moment. Pa, ma, hebben jullie Tracy gezien? Tracy was er naar boven toe. Nou, ik was aan het kijken boven en er was helemaal niemand in de badkamer. Niemand was boven te zien. Ja, vast. Tracy gewoon leuke geintjes aan het uithalen zijn. Jij toch altijd een beetje complottheorie. Houd toch eens mee op. Nou, sorry, pa. Weet je wat? Ik even een checkie ophalen. Want ook daar moet ik in vandaag natuurlijk aanwezig zijn. Nou, even mijn auto pakken en dan gaan we eens rijden. Ik hoop dat jullie een beetje een leuke dag hebben gehad, mensen, vandaag. Ik was laatst in Londen geweest, zoals jullie weten. En ook ik heb daar hele leuke video's opgenomen. Er komen allemaal nog video's online. Jullie gaan het allemaal zien. Ik ben niet alleen gegaan. Andere collega YouTube van mij is ook meegegaan. Maar ook daar ga je nog vlogs voorbij zien komen. Maar goed, mensen. Ja, ik zou zeggen, ik ga vaker reizen. Dus dat betekent dat er meer video's in het buitenland worden gemaakt. Wie heeft daar even zin in? Laat even eerlijk. Wie heeft er eigenlijk zin in? Laat even achter in de comments als jij daar zin in hebt. Weet je wat? Ik ga even naar mijn chickie toe. Oké, dames en heren. En ik pas nog eens op. Kijk, Redje Dopperman. Nou, we komen dus in ieder geval lekker aan bij mijn chickie. En ik ga er eens even ophalen. Hé, schat, hoe is het met jou dan? Is alles een beetje oké met jou? Ja, er is het gas goed. Alleen ik ben een beetje in shock. Hè, hoezo dat dan weer? Opa is ineens vermist. Ik zweer het je. Mijn opa dan hadden vannacht een nieuwe spiegel gekregen vandaag. En mijn opa is ineens gewoon vermist geraakt. Hè, dat is gek. We hebben ook een nieuwe spiegel thuis gehad. Hè? Jij ook al? Ja, en Tracy is dus vermist geraakt. Delano, alsjeblieft, stop met die grapjes. Ik ben serieus. Ja, maar ik ben ook serieus. Ja, vast. Daar gelooft er helemaal niemand in. Ja, ja. Oh, weet je wat? Hey, ik hoor de deurbel. Ik doe wel even open. Want ik weet niet wie er voor de deur staat, maar. Hallo, wie bent u als ik vragen mag? Ik wil mijn chick spreken. En wat nu? Jouw chick? Hey, ik weet niet wat het is, maar voor mij is het mijn vriendin. Oh, de smicht. Ze is waarschijnlijk vreemd gegaan op mij. Vreemd gegaan? Ik heb alleen maar slechte dingen over je gehoord. Laat me dan langs. Je weet hoe dames zijn, hè? Ik ga dus even roepen. Lieverd, je vriend of in ieder geval je ex-vriend staat voor de deur. Zeg maar dat ik kan oprotten. Oké, ga ik doen. Ik weet niet wat hij nou moet maken, maar ik zal het even tegen hem zeggen. Je mag lekker oprotten als ik jou was, want ik heb niks met jou te maken, vriend. Oké, vriend, als we zo gaan beginnen, gaat eraan, vriend. Wat heeft dit nou weer te betekenen? Nee, dat gaan we mooi niet laten gebeuren. Hé, stop. Hè, wat denk je van hier? Hier, bam, bam en bam. Dit kun je krijgen van mij ook. Zo, liggen jij achterlijk, idioot. Dit gaan we niet laten toestaan, hè? Sukkeltje daar je bent. Hier, als sukkel. Bam. Heb je nog wat of niet? Nee, hè? Dacht ik ook. Nou, lieverd, ik heb er even mooi gak van gemaakt. Begon je actief tegen je te doen? Jep, kom schat, we gaan naar mijn huis toe. Oké. Hoezo loop je eigenlijk zo? Dat is sneller. Ah, oké. Jij zou het beter weten dan ik. Dus jouw huis natuurlijk. Ja, inderdaad. Inderdaad, dat wou ik
net zeggen. Nou, laat ik even gaan lopen. Sorry, schat. Oh, pas een beetje op, jong. Ja, ja. Nou, daar is mijn auto. Laten we even in gaan stappen. Hey, babe, ik ben er. Okidokie. Nou, dat is mijn enige betekenis. Laten we naar huis rijden, toch? Ja, dat vind ik nou een goed idee. Mooi. Oké, dames en heren. Wij zijn dus bijna thuis aangekomen. En ik denk dat het hoogste tijd is om even de auto te gaan parkeren. Want ook ik moet natuurlijk even doen. Dus laten we even naar binnen rijden. Laten we dat even samen eens luisteren naar binnen. Ja, inderdaad. Misschien wel een goed idee om dat te doen, hè? Kom, laten we even uitstappen, schat. Okidokie. Nou, kom, laten we even naar binnen gaan. Ja, misschien wel een goed idee. Goed dat verder iedereen thuis is. Ja, Tracy niet, hè? Dat weet je toch? Ja, inderdaad. Tracy is ineens weg. Inderdaad. Allee, wie zou er heel erg toe zitten? Want hoe kan het nou weer? Hoezo is iedereen vermist? Hier klopt iets niet. Ach, zal het toeval zijn, toch? Toeval, Hey, pa, hey, ma, hoe is het met jullie dan? En waar is Tim eigenlijk? Je zoon Tim is naar school toe. Dat klopt, Delano. En Tracy heeft nog steeds niet gevonden. Oh, nog steeds niet? Hoe kan dat nou weer? Ja, weet ik veel. Die waarschijnlijk wel uit rare vlucht om te flikflooien met zijn vriend of zo. Flikflooien met zijn vriend. Haar vriend. Ja, oké. Het zal me wel. Delano, ik moet even naar de wc, ja? Nee, wacht. Wat is er? Die nieuwe spiegel, weet je nog? Ach, schijt eruit, man. Ik geloof niet in die onzin. Oh, whatever. Luister, Delano, als ik moet, dan moet ik, oké? Ja, oké, je hebt al gelijk. Dus, wat probeer je nou weer te zeggen dan? Ja, luister, je weet toch wat er gebeurt met Tracy tussen daar bovenin naar de badkamer? Tracy, ja. Ik geloof nog steeds niet meer dat je erover loopt te praten, maar oké. Nee, inderdaad, je mag misschien niet geloven, maar het is wel zo, schat. Ik geloof er niks van. Stop met die complottheorie, joh. Jeetje, beneetje, dat ik ooit met jou ben gegaan. Ik snap er helemaal niks van dat ik zo dom ben. Oh, whatever dan ook. Jouw risico's. Ja, weet je, het zal ik hem wel. Ah! Schat, wat heeft dat betekenen? Nee, wat is gebeurd? Oh, nee. Oké, laat ik niet in de spiegels gaan kijken. Nee, mijn liefde is weg. Hoe kan dat nou weer? Oh, nee. Pa, ma, er is serieus wat gebeurd. Zeg, jongen, wat is dat geschreeuw? Je loopt geen geitje uit te halen, hè? Nee, hoezo zou ik nou weer? Hallo, ze ook zijn ze ineens weg. Je moet ook niet zo hard aan haar aanzetten, joh, gek. Ik zat niet eens aan haar. Ze ging naar de wc toe. Toen begon ze wat te schreeuwen. Blijf er ook van haar af met ongewenst gedrag. Ongewenst gedrag? Ik heb niet eens aan haar gezeten, nogmaals. Oh, wat even dan ook. Ik ga wel even naar school toe. Als drie vrouw nog is, wat hij straks ook vermist is. Lach maar erom. Weet je, ik ben helemaal klaar mee ook gewoon. Laat ik hem maar gewoon lekker verdorgen, want ik snap er helemaal niks van. Maar gelooft niemand mij, er is iets met die spiegels aan de hand. Dat is wel duidelijk bewezen. Oh mijn god, zeg, wat zijn mensen echt zo dom. Dat is het enige wat ik depressief van word. Mensen die niet eerlijk zijn. Verder heb ik helemaal niks met depressies te maken. Weet je wel, mensen, ik ga lekker racen, ik zie jullie daar. En daar komen we aan, bijna op schooltje. Want ik ben heel zoet en ik ga naar school toe. Ga maar lekker rennen, zou ik zeggen. Oké, mooi. Je redt gewoon weg van mijn auto parkeren. Alsjeblieft, zeg, niet zo zeiken. Vlotter zet ook altijd een auto zo neer, of niet? Nou, in ieder geval, we zijn dus lekker binnen aangekomen en we gaan eens even kijken hoe het met mijn zoon is. Zo, ik even kijken in de les. En hè? Waarom is geen docent. Ik weet niet wat het is, maar zo'n docent gaat naar de wc toe, ze kwam niet meer terug. En hetzelfde met heel de klas verder. Iedereen moest vandaag een keer naar de wc en iedereen die moest is nooit meer terugkomen. Huh? Oké, dat zou wel heel raar zijn. Wat zou ze eigenlijk aan het doen zijn dan? Misschien inspectiecontrole of zo. Zijn ze vanochtend hier ook met de vracht langskomen, zoals bij ons thuis? Yep, dat klopt helemaal. En ze hebben nieuwe spiegels geplaatst in de wc's. Nieuwe spiegels ook al? Oké, er is iets met spiegels, dat kan niet anders. Ik weet niet, maar er is niks met de wc's. Hoezo niet? Oh joh, weet je, ik ga gewoon stiekem naar de wc. Misschien moet ik gewoon stiekem doen. Hey, wacht, doe het nou niet. Stop het met de onzin. Ik ga gewoon naar de wc hoor. Alsjeblieft zeg. Met een stommige kwaksans. Alsjeblieft, doe het niet. Doe het voor mij. Blijf van die wc vandaan. Je weet niet wat er gaat gebeuren. Nee, ik ga gewoon. Oké, wat jij wilt, jongen. Maar ik zeg het je alleen maar. Het is een domme keuze om nu naar de wc te gaan. Je weet niet wat er gaat gebeuren, jongen. Wat moet er gebeuren dan? Het is een plek om even je behoeften te doen. Een poepje en een plasje. En geen plek voor monsters. Alsjeblieft zeg. Ik snap dat je video's over creepypasta maakt. Maar niet bij mij bellen, alsjeblieft. Oké, het zal ook allemaal wel. En leer een beetje Nederlands, alsjeblieft. Ik ken genoeg Nederlands. Ik begin een beetje moe te worden. Ja, oké, heel fijn. Oh, hij is ook weer zo eigenwijs. Hij dacht ook, ik ga even naar de wc toe. Dit kan niet heel veel goeds betekenen. En hey, bij hem hoor ik niks. Help! Oké, never mind. Oh nee, Tim. Wat is er gebeurd met Tim? Wacht, hier hangt inderdaad de spiegel. Oké, niet inkijken. Oh my god, het kan niet eens. Wacht, waar zou Tim moeten zijn? Even de wc-hoekjes om afgaan. Ik denk dat dat best is, man. Oh nee. Oké, we gaan er gewoon even overheen klimmen, man. Ik zweer het je. Hoppa. Oké, dat is nummertje 1. Ook niks. We hebben nog 3 hoekjes te checken. Niks. En is hier dan iets? Niks. Oké, dan hoop ik dat er in die andere nog zit. En ook niks. Oftewel, Tim is ook al vermist. Ik moet het tegen de klas vertellen. Ik ga ze nu zeggen dat ze naar huis moeten. Ik zweer het je. En niet naar de wc moeten gaan. Beter in een bosje dan in de wc nu. En anders niet in de spiegels kijken, want dat deed ik ook niet. Wat hebben we dan ook? Laat ik even naar de klaslokaal gaan. En hè? Wat is er? Wat? Een clown? Nee. Heb jij iets met spiegels te maken? Misschien. Dit is absoluut ontolerant. Dit gaan we niet doen, jongen. Ontolerant dit. Hier, bam. 3, 2, 1. Dit kun je krijgen voor mij, hè? Wat denken we niet gek? Hier, bam. Liggen jij. Klaar. Zo, had je nog wat, hè? Stomme clown dat je bent. My god, zeg. Van heel de verbende is hier doodgemaakt, joh. Zijn ze gek geworden? Ik ga denk even naar huis toe en ik hoop dat alles oké is met mijn ouders. Ik zweer het je. Ik moet het nieuws tegen mijn ouders gelijk gaan vertellen. Dus weet je wat? Laat ik even naar huis racen. Dus ik zie je weer daar. Ik kom dus weer bijna thuis aan bij mijn ouders. En ik denk dat de hoogste tijd is om even te vertellen wat er gebeurt. Want het is natuurlijk verschrikkelijk wat er gebeurd is. Oh my god, ik ben er maar helemaal alleen in de auto. Wat even dan ook. Ik hoop in ieder geval dat alles goed komt met ze. Want ik zweer het je. Ik maak me wel echt groot zorgen om ze. En ik hoop dat je het wel enigszins begrijpt. Oké, laat ik hier even gaan kijken hoor. Pa, waar zijn ze nou in gebleven? Pa, ma, zijn die boven misschien? Oh, ik denk het niet. Ik zweer het je. Pa, ma. En niemand is er ook gewoon. Hoe dan? Oh nee, dat betekent maar één ding dat ik even buiten ga kijken. Ik zweer het je. En hè? Wat heeft dit nou weer te betekenen? Oh my god, hey, stoppen jullie! Nee! Oh nee!
Hier, au, 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 au. Nee, 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 stop, stop, stop. Au, au, oh nee. Ik word gewoon aangevallen door een hele bende. Hebben jullie mijn ouders vermoord, hè? Zijn jullie gek geworden? Oh my god. Hey, stop. Dit gaan we niet laten toestaan. Hier. Dit mooi niet, hè? Wat denk je wel niet? En jij ook. Nee, au, ey. Dat gaan we niet laten gebeuren, vriend. Zo, dit is wat we met jou doen. Ey, 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 stop. Zo, en jij ook. En jij gaat ook even mooi neer, gehad. Nee, dat gaan we niet laten gebeuren. Bam. Zo, hè? Wat denk je wel niet? Even gek doen. Ja, ondertussen zijn de spullen ook een beetje kapot in huis. Dat is helemaal niet chill. Oh, mijn ouders. Oh, ik weet niet waar ze zijn. Maar als ze terugkomen, gaan ze zo niet leuk vinden. Wacht, ik weet even waar ze kunnen zijn. Weet je over die spiegels? Ik weet waar die spiegels geleverd worden. Maar ik weet ook hun rioolbedrijf. En ik heb het idee dat de rioolbedrijf en de spiegels daar iets mee te maken hebben. Laat ik even naartoe rijden, want ik denk dat ik daar een clue kan vinden. Weet je wat, mensen? We gaan naar het vliegveld toe. Nu meteen. En daar moet het dan zijn, jongens. Het vliegveld. Oh my god. Laat ik even naar binnen rijden, want ik denk dat wel een verstandige idee is om te doen. En oh nee. Oké, wacht. Ik moet niet hier. Ik moet even via de douane natuurlijk. Ik kan niet zo naar het vliegveld komen, jongen. Als goed is de maatschappij dus Flyers en daar hebben we dus de metro. Even een leuk feit, want ik was laatst in Londen, zeg maar, en die metro gaat zo vaak. Elke 2 minuten gaat er een metro. Kun je dat überhaupt voorstellen dat er elke 2 minuten een metro gaat? Ik niet, maar toch is het zo. Er zijn dus 2 bewapende agenten. Die gaan we even mooi pakken, die wapens, want ik kan die goed gebruiken hier. Bam, hier. Zo. Hè? Hoppa. Nee, je gaat niet schieten, vriend. Bam. Zo, dankjewel. Nou, heb ik in ieder geval een mooie wapen te pakken. Ik heb tijd om door de douane te komen. Maar ja, eerlijk, ik denk dat ik er moeilijk doorheen gekomen ben door de douane. Iemand zit daar geld te pinnen. Nou, dat is hartstikke leuk. Als je geld nodig hebt, moet je het lekker doen, hè. En daar moeten zijn departures. En ik denk dat we even een vliegtuig moeten pakken en hoe dat zou moeten gebeuren. Oké, we komen dus binnen aan en even de douane in. En hey, ging je piepen, want er is helemaal niemand. Hey. Maar er staan ze namelijk wel heel veel vluchten. Wat wordt er allemaal gezegd? Oké, eentje gaat naar San Vero. Oké, overal gaat wel een vlucht. Laat ik even doorgaan naar de volgende bestemming. Nou, laat ik even mooi die vlucht gaan pakken, want ik denk dat zo goed is om even verder te gaan. Oké, gate 8 als het goed is. En die gaat dus naar Miami toe. Want bij Miami moeten we dus namelijk zijn. Oké, is het gate 8? En of dat het gate 8 is? Oké, mooi. Laat even vliegtuig instappen. En ik denk dat we moeten wachten tot we aankomen in Miami. Oké, laat ik even een mooi plekje gaan zoeken. Oké, this business class. Nou, kan ik goed gebruiken. Dus weet je wat, mensen? Ik zie je weer daar. Nou, daar zijn we dan aangekomen in Miami. En ik denk dat de hoogste tijd is om even lekker een autootje te gaan pakken. En hey, je mag niet bellen hier, hè? Kom aan, zeg. 5G. Oh my god. Voor hetzelfde geld word ik bestuurd door de overheid als ik 5G aan heb staan. Oh, die complottheorieën hier waren ooit zo dom. Ik het was in die coronaperiode. Dat mensen allemaal van die complottheorie deden. Ook de tijd dat YouTube veel beter was. Want eerlijk, als je mij zou vragen of ik zie dat ik liever YouTube vroeger had of nu. Ja, toch wel YouTube 3-4 jaar geleden. Het was veel beter. Nu is YouTube gewoon, I don't know, met de short way opgegaan. Maar niet alleen dat. Maar ook gewoon heel erg van het hele enorme korte aandachtspan. Mensen hebben dat tegenwoordig wel. Maar goed, ik probeer altijd nog tegengas te geven. Ik ga niet ermee. En ja, misschien gaat het wel wat kosten van mijn views. Maar toch, ik probeer er zo min mogelijk mee te gaan om de korte aandachtspan te promoten. Want ik promote dat niet. Ik promote interactie met viewer. Zoals vroeger. Want vroeger was alles beter. Al zijn er steeds wel bepaalde dingen die nu wel gewoon goed zijn gelukkig. Dus ja, maar toch, het is wel minder geworden als toen. De opties zijn kleiner geworden op YouTube. Dat is mijn mening over. Maar goed, laat ik even gaan kijken, want ik weet namelijk waar die riooldienst is. En laat ik even gaan kijken erin. Oké, dames en heren, wij komen dus aan bij het riool en hier moet het dus zijn. En laat ik even heel gauw naar beneden gaan. Ik denk dat het wel een verstandig idee is. Wacht, ik kan waarschijnlijk mijn auto in het water rijden. Want ik bedoel, het water is toch stil. En die gaat echt niet kapot vanuit. Maar een klein laagje hier. Kijk maar. Zo, hoppa. Nou, niks aan de hand. Zie je? Want dit is van bedrijf IT. En IT is dus namelijk ook een installatiebedrijf van spiegels. Wacht eens even. Dat moet het zijn. Dan moet een link gemaakt zijn tussen IT en ja. Nee, dat kan niet anders. Oké, laat ik even naar beneden gaan duiken. Ik denk dat het een goed idee is. Oké, guys. En we zijn dus onder water aangekomen. Maar oh my god, waar moet het dan precies zijn? Ik zweer het je. Ik ben mijn controle kwijt. En ik wist dus niet hoe ik duiken in GTA. Ik was zo lang bezig net. Maar dat zou ik nergens aangeven. Ik zoek op internet how to dive in GTA 5. En dan wordt gewoon gezegd, ja, was. Maar dat is gewoon zwemmen. Maar goed. GTA is ook een beetje dronken, denk ik. Kan gebeuren. We zijn gewoon lekker aan het wateren. En ja, dat is. Oké, waar moeten we uitkomen? Oké, we moeten naar de rechterkant. En als het goed is, komen we ergens uit. Ik denk dat sowieso wel de bedoeling is. En oh my god, waar moet het dan precies zijn? Want ik wil toch even achterkomen wat er nou precies gebeurd is. En ik wil ze toch wel even helpen. Want ik zweer het, ik ben een behulpzame jongen. Ik ben geen duivel. Hallo, alsjeblieft zeg. En oh my god, moet ik zo diep nog komen? Damn. Nou, laten we er maar gaan, hè. Nou, guys, we zijn er bijna aangekomen. En oh my god, ik zie gewoon letterlijk mijn hele familie hier. En wacht, mijn kind zit erachter. Wacht eens even. Dat betekent dat dit mijn toiletgroep is waar al mijn familieleden in zitten. Oh nee. Dus hier zijn ze allemaal meegenomen. Oh nee, alsjeblieft, schat. Nee. Oh nee. Nee. Oh nee. Niemand is me tot leven. Oké, ik ga snel naar boven toe. Het is tijd voor wraak. Ik zweer het, ik ben er echt helemaal klaar mee nu. Want wat hier gebeurt is natuurlijk echt absolutely not done. Goed, laat even lekker rijden, mensen. En ik denk dat de hoogste tijd is om er even naartoe te gaan. Pennywise, we gaan je actie ondernemen. Waar zou Pennywise wonen? Wacht eens even. Ik denk dat Pennywise is het bedrijf. Pennywise is de leider. En al die andere mensen zijn gewoon de uitvoerders. Die kunnen ook niks doen dat ze ineens een spiegel gingen plaatsen. Maar het schijnt dus een populair merk te zijn. It alleen toch. Er zijn genoeg ellendige dingen gebeurd. En oh my god, dit huis moet het toch zijn. Hè? Weet je wat? Laat hier even naar binnen gaan. En ik denk dat de hoogste tijd is om eens even aan te pakken. Dit is het dan. Het huis. Het huis waar we even actie moeten ondernemen. Ik ben er klaar mee. We gaan weg hier.
Maar waar moet hij dan in godsnaam zijn? Ik weet het oprecht niet. Oké, okay, weet je wat ik ga doen? Ik ga mijn gun niet erbij pakken, man. Maar Ganu, nu tijd voor wraak. En als het goed is, moeten we helemaal door de gangen lopen. En hier moeten we dus naar beneden. Oké, okay, weet je, doen we het toch gewoon? Hoppa, bam, 1, 2, 3. Ouch. Oké, okay, dat doet wel een beetje pijn. Ik val gelukkig maar op mijn billetjes. Maar het is tijd voor grote, grote wraak. Oké, okay, 3, 2, 1. Als het goed is, daar is je. 3, 2, 1. Ja, klaar nu. Hoppa. Hè, stomme rotclown dat je bent. Met je achterlijke praktijken. Beetje mijn familie lopen vermoorden. En nu is het afgelopen. Hey. Ik word gebeld. Hallo? Hé, hey, de lama, spreek met mij. Nini. Wie ben je dan? Ik klink als een clown. Ja, ik kan nog niet zeggen wie ik ben, maar kom alsjeblieft naar de lake toe. Ik heb je echt nodig. Nee, komt goed. En alsjeblieft, daar wees voorzichtig. Okay, ja, ik ben sowieso voorzichtig. Heb je de waypoint goed gezet? Kun je dat niet zien op mijn telefoon? Ik deel mijn locatie, waar ik hem op gezet heb. Ja, precies daar ben ik. Is goed, dan zie ik je daar zo. Oké, okay, tot zo. Hé, hey, tot zo, hè. Nou, in ieder geval, mensen, ik ga er gewoon lekker op af en ik zie hem daar wel, denk ik, hè. Oké, okay, ja, we zijn dus bijna aangekomen. Ik weet niet wat er me op te wachten staat. Hoor. Ik bedoel, ik heb nog nooit gehad zo'n brief. En nou ja, normaal klinkt hij altijd zo eng en dood, weet ik veel wat allemaal. Maar nu komt hij meer een beetje sad. Ik weet niet, ik heb het wel een beetje mee te doen. Als het ook echt zo is, want ik weet niet wat aan de hand is. Is het hier zo? Ja, hè? Daar is het. Even kijken hoor. En ik zie daar inderdaad een clown daar staan. Wat is dat? Oké, okay, een beetje apart. Ik ga gewoon rustig benaderen. Hallo, wie ben jij? Hi. Mijn naam is Pennywise. Oh, je bent de oude Pennywise. Ja, inderdaad. Hé, hey, wat is er? Wat doe je hier? Au, ik val tussen stenen. Oké, okay, je moet even goed luisteren naar mij wat ik je te vertellen heb. Is goed, ik ga goed naar je luisteren. Kijk, zoals je weet, misschien ben ik altijd al een beetje gewelddadig geweest, agressief geweest, niet lief. Ja, klopt. Ik heb dat inderdaad al meegemaakt en dat vind ik heel jammer dat je dat hebt gedaan, maar vertel. Maar ik heb eigenlijk iets wat ik je nooit heb verteld eigenlijk. Oh, vertel. Nou, ik voel me de laatste tijd zo eenzaam, zo verdrietig. En ja, het heeft wel met mijn verleden te maken en mijn toekomst ziet er nog steeds niet best uit. Wat is in je verleden gebeurd dan? Het begon namelijk ik kwam op school. Ik neem even mee met de tijd. Kijk, het begon allemaal heel lang geleden op school. Toen ik nog een baby clown was. Ik ging altijd naar school toe, maar nooit met plezier. Op het moment dat ik de les binnenkwam, begon alle ellende alweer. Ik had altijd een zaklamp bij, omdat ik altijd bang was voor het donker. Maar goed, het gaat even niet om. Ik ga er zien naar mijn klas toe. En ja, dat is. Kijk, daar is de klas. En als de klas al binnenkomt, gaat er helemaal fout. Hé! Hey! Ga de klas maar lekker uit, jongen. Wat denk je maar niet, hè? Ja, inderdaad. Je hoort je niet thuis. Rotclown, ga je pakken nemen als je buiten bent. Nee, nee, ik vind het helemaal niet leuk. Of serieus, ga je met lopen dreigen? Ik zou maar heel snel wegwezen als ik jou was. Oh. Dan gaan we weer. Kijk, zoals je al ziet, ik word iedere keer maar weggepest bij alles en nog wat. Dus ja, ik ga me bij de baas proberen door bij hem te melden. Kijk wat hij te zeggen heeft. Dus ik besloot om naar de manager te gaan. Hé, hey, wat doe je hier? Wegwezen, hè? Je hebt gewoon les, toch? Luister, ik heb een klok. Nee, niks ervan. Zeker laat me raden. Je bent de klas uitgepest door je eigen juf. Nee, daar gaat het niet om. Ik zou zeggen, ga nu weg, want ik geef je een stomp, jongen. Oké, okay, ik ga al weg. Ja, goed, dat lijkt me heel verstandig. Ik zweer het je, wow, kan nooit mezelf zijn. Nee, nee, nee. Oh, op een dag besloot ik maar gewoon naar buiten te gaan. En zelfs hier werd ik opgewacht. Dus ik sloot om naar buiten te gaan en toen gebeurde dit. Hé, wat denk ik wanneer naartoe te gaan, hè? Kom dan, hè? Auw, hey, doe het niet normaal, doe het normaal tegen mij. Nee, niks ervan. Hey, doe het normaal, auw, auw, alsjeblieft, doe het niet. Auw, auw. Au, ah, ik zweer het je. Gelukkig wil de manager mij nog helpen. Maar ik ben weg hier. Oh, nee, 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 nee. Alsjeblieft, laat me rust, laat me rust. Goed zo, dankjewel, manager. Oh, gelukkig staat de beveiliger altijd nog wel voor me klaar. Dat is het enige. Kan ik hem nog maar bedanken. Ik word toch achterna gezeten door twee van die griezels. Weet je wat, ik hoop dat ik veilig thuis kan komen. Op een gewone dag als dit kom ik thuis. Maar ja, je weet hoe dat gaat. Elke dag hetzelfde als ik. Oh my god. Oké, okay, we gaan even naar boven doen. Kijk wat ouders zeggen, hè. Hé, hey, wat dit nou weer te betekenen, Pennywise? Oh, ik zweer het dat ik ooit zo'n zoon en zoon gemaakt heb. Verschrikkelijk. Inderdaad, vind ik ook. Hé, hey, maar luister dan. Ik word weggepest op school. Niks mee te maken. Kom op. Nou, serieus. Ik zou me weggaan als ik jou was. Ik hoef je tijd niet meer te zien. Stop het blaf alsjeblieft. Dit is toch niet leuk, man. Ik zweer het je. Oh, weet je, ik ga wel weg. Ik ga wel even mijn rust vinden. En elke keer als ik mijn rust wil vinden, zelfs dat ging niet. Dus weet je, laat het maar gaan lopen. Ik word uitschold iedereen en alles. Ben ik klaar mee. Op een moment besloot ik hier aan te komen. Jawel, bij die pier. En zelfs dat. Hé! Hey! Ga er even heel gauw weg. Hoezo? Je gaat nooit een vrouw krijgen. Je gaat nooit werk krijgen. Nee, 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 nee. Hoezo doe je zo gemeen tegen mij? Nou gewoon, omdat je een rotte lelijk bent. Of serieus, je wordt betaald, man. Oh, ik kan niet eens rusten. Ga maar weg. Ga maar lekker naar huis toe. En zo ging het dus elke dag. En dit is eigenlijk voor het moment dat ik me echt gewoon rot voel. En dat ik het gewoon niet meer zie zitten. Oh jeetje, man. Oh, ik heb het echt met je te doen. Wat heftig dit. Ja, ik weet het. Dit is eigenlijk de reden dat ik misschien dom ben geweest. Gemeen ben geweest. En weet ik het allemaal wat. Oeh, ja, nee. Ik begrijp het enigszins wel. Maar wat kan ik voor je doen eigenlijk? Ja, ik vind het lastig. Heeft die andere Pennywise iets mee te maken ook zeker, hè? Ja, klopt. Die hebben inderdaad vaker nu op de grond gegooid. Oh, jeetje. Ik dacht dat je altijd goede vrienden waren. Was het maar zo. Ik wil altijd vrienden met hem zijn. Maar hij wil nooit met mij. Oh my god. Ik zweer het je, ik vind het lastig. En nu sta ik hier zo eigenlijk met hele verschrikkelijke gedachten.
Alsjeblieft, doe het voor me. Ik doe mijn best, oké? Ja, alsjeblieft, doe het dan ook. En rustig, luister goed, hè. Weet je, ik sta hier om je te helpen. Ik vind het helemaal niet erg om wat voor je te doen. Oké, is goed. Beloof me alsjeblieft dat je resultaat hebt, ja? Nee, komt echt goed. Ik beloof het je, Pennywise. Dankjewel, dat vind ik heel lief van je. Oké. Ik heb het echt met hem te doen, man. Ik zweer het je, het is de andere Pennywise van 1990. Dat is een oude clown, ik weet het. Hij is ook een stuk ouder dan de Pennywise die we kennen. Maar ja, my god, man. Ik vind het echt niet leuk voor hem. Ik had wel gehoopt dat het met hem goed zou gaan, weet je wel. Ik bedoel, dat hij gewoon zijn eigen leven kan leiden. Dat hoop ik voor elke creepypasta waar ik mee in aanmerking kom. En ik zit vast. Ik denk dat ik even naar zijn school moet draaien. Of even kijken of hij op school zit. Of wacht, ik ga zijn ouders eens even vragen, ja? Want ik weet waar die ouders ongeveer wonen. Dus ik ga even naar die ouders toe rijden. En dan ga ik eens even met hen overleggen. Ja, wat Pennywise eigenlijk kan doen. Die wonen voor mij hier in de buurt. Dus ik denk dat het beste is om daar even naartoe te gaan. Dus weet je wat, mensen? Ik zie jullie bij de ouders van Pennywise. Oké, mensen, we komen eens aan bij de ouders van Pennywise. In ieder geval, die moeten we eerst even spreken. Want ik wil toch even weten welke school die zit. En hun weet dat namelijk. Ik hoop dat ze het adres willen geven. Hier hebben ze samen gewoond. Het lijkt me ook niet echt heel aangenaam om hier te wonen. Boven een café zo, waar allemaal junkies zijn achter iets. Ik weet niet wat het precies is, maar laten we naar binnen gaan. Kijk dan, man, het winkeltje ziet er helemaal verrot uit van binnen. Al die tegels zitten eruit. Ja, het is niet best. Hallo? Mag ik binnenkomen? Hallo? Is er iemand? Hallo? Als je bent, laat je dan nu horen alsjeblieft. Nee, er is echt niemand. Oké. Eens even kijken hoor. Is er iemand in huis of niet? Hallo? Hey, rustig aan. Ik zie al iemand. Waarom blaf je zo? Zo, stop eens even blaf alsjeblieft. Zeg, wat kom je doen? En wie ben jij? Mijn naam is Delano en ik kom hier met een reden. Zeg, welke reden kom je dan hier precies? Luister, het gaat over uw zo Pennywise. Nee, ik hoef niks met hem te maken hebben. Hoezo, wat is er met Pennywise aan de hand? Nou, ja, heb je dan niet meegekregen dan? Hij is een clown geworden en dat accepteer ik niet. Zeg, dat hij een clown is, dan moet hij toch zelf weten? Hij hoeft er niet onder druk te staan. Nou, in onze gezin kan dat niet, oké? Nee, inderdaad. En ik zou me weggaan als ik jou was. Hey, doe eens rustig. Mag ik even vragen welke school die zat? Hij zat namelijk in het zuiden op school. Oké, heel duidelijk. Maar, wat heb je nou echt tegen Pennywise? Ga weg. Het is gewoon een stomme clown. Hij heeft niks te zoeken. Hij mag doodvallen wat mij betreft. Hey, zo praat je niet over je eigen zoon, hè? Maar jij mag ook doodvallen, hoor. En doe eens even rustig, of ik krijg de kutjunk. Hè? Zo ga je niet tegen mij beginnen, hè? Als je met junk kan kunnen, dan noem ik het krijgen, hè? Hey. Dat gaan we niet doen. Even stoppen, jij. Hey. Daar gaan we niet aan beginnen, hè? Zo. Au, hey. Zo doen we dat, hè? Stommerik. Stomme, jij bent echt gemeen. Nee. Dat kun je dat niet doen, hè? Hoe durf je al tegen je eigen zoon te beginnen, hè? Zo, hoppakee. Leg jij. Nu. Zo. Hey, rotwijf. Jij ook nog? Hè? Kom aan. Zo. Stoppen jij. Wegwezen. Alright? Kom. Had je nog wat? Sla maar. Doe maar. Zo, zo, lekker voor je. Niet zo tegen mij beginnen, hè? Jongen. Sorry, Pennywise. Ik heb jou eens helaas even knock-out geslagen. Ik kom vanzelf al buiten bovenbewustzijn, maar ze moeten niet denken dat ze van me afkomen, hè? My god, zeg. Ik vind het echt verschrikkelijk dit. Ik vind het gewoon niet kunnen. En dat Pennywise nu al gewoon zo lang in de stress leeft. Dat hij gewoon dingen doet uit stress. Slechte dingen. Ja, als het leven je toch niet meer uitmaakt, ja. Tuurlijk ga je de criminele pad op. My god, zeg. Maar weet je wat? Ik ga eens even naar die directeur. Want ik wil even een hartig woordje met hem spreken. En ja, ook al is 30 jaar geleden. Ik weet dat dezelfde directeur er nog is en dezelfde leraar. Want hij was toen jong. Ja, nu zijn ze een stuk ouder. Maar weet je wat, mensen? We gaan lekker naar de school rijden. Ik denk dat ik even een hartig woordje met ze wil spreken. Ze hebben avondles, dus dat komt goed uit. Oké, mensen, nou, we komen dus bijna aan op school en ik wil toch even een hartje woordje spreken over de leraar, want het is avond, ik weet het, de avond valt nu. Maar het maakt niet uit, ik weet dat ze les hebben, dus waarschijnlijk gaat het over feminisme, dus laten we eens even een hartje woordje over spreken met die juf, want ja, zeker met die directeur. Wat die directeur is, dat weet ik niet, maar daar kom ik zo wel even achter. We gaan eens even met die juf even praten. Zo, we komen dus binnen aan en ik denk dat het een mooi moment is om even naar de klas te gaan. Oh my god, het licht is wel echt vet hier zo, maar ja, logisch, het is mooi avond ook, dus dat sowieso. Ja, een goede avond. Zeggen, wie ben jij nou weer? Mijn naam is Delano. Sorry, mannen zijn er niet aanwezig dit keer. My god, is het... Wat voor les is het? Het gaat over feminisme en mannenhaat. Nou, als je zo gaat beginnen, jeetje, meneetje. Ja, ik haat mannen en ik haat jou ook. Inderdaad, we haat je allemaal. Wat? Mannenhaatles? What the fuck is dat voor les, joh? Ja, daar gaat het niet om. My god, zeg, ik zweer het je. Maar wat moet je? Het gaat over Pennywise. Oh my god, je weet toch dat ik mannenhaat en Pennywise, welke van de twee? Zeker die neppen. Wat is voor jou die neppen? Nou, met die rode haar en die gele kostuum. Oh my god, ga je zo beginnen? Waarom ben je zo denigerend voor hem? Ja, gewoon, hebben we een gedoegeneerd slechte clown. En het was een rare kwast. Een rare kwast, in wat voor vorm? Nou, gewoon, hij hielp altijd mensen, maar ik vertrouw dat nooit. Maar dat jij niet vertrouwt dat hij mensen hielp, misschien is gewoon een behulpzame man? Nou, ik weet niet, clowns zijn niet grappig, niet behulpzaam. Oké, nou, misschien was hij wel een lieve clown, je weet het toch niet? Nou zit hij bij depressie. Kan me wat rotter opleiden, als springt hij voor het trein. Wat, ga je dat over je eigen clown zeggen, over je eigen leerlingen? Ja, en nu wegwezen, dan heb je gewoon een probleem. Nee, we gaan helemaal niet weg, hè? Wat heb je dan, hè? Kom maar. Kom, ga je zo beginnen, vrouw, hè? Nee, dat gaan we mooi niet doen, hè? Ga je maar een beetje lopen dreigen? Ga lekker bij mijn manager klagen of zo? Ga je me idioot noemen? Ben je gek? Zo. Kom op, hè? Stomme rotwiljuf, hè?
Zo, dat gaan we mooi niet doen, hè? Pennywise een beetje met het leven zuur maken. My god, zeg. Ga maar lekker door met feminisme. Ik zou je één ding zeggen. Leer er even mee omgaan. Hou je bek, Delano! Zo, van wie komt dat nou weer? Ja, van mij, voor die bodybuilder hier. Och, ja, ik ga eruit. Mijn ook verstandig ook, want ik slaat op moes. My god, zeg. Een hele enge klas, dit. Dat moet ik wel zeggen. Vol mannenhaat. Daar houden ze niet van, hè? Maar goed, ik ga eens even naar de manager toe. Eens even kijken wat de manager erover te zeggen heeft. Want ik vind het een beetje heel raar worden. En is dat de manager daar zo? Wat? En goedemiddag. Hé, hey, zeg, wat moet jij hier, hè? Vertel dan. Hey, luister. Doe eens even niet zo denigrerend. Zeker over die rotslaan Pennywise met die rode haren. Je stuurt iedereen hierop af en ik ben er wel een beetje klaar mee nu. Dus ik zou maar het lokaal verlaten als ik jou was. Luister, waarom heb je van school gekikt? Omdat hij veel te behulpzaam was en ik vertrouw het niet. Net als iedereen hier. Heeft hij überhaupt ooit een keer wat gedaan? Nee, dat niet. Maar gewoon, we zeiden dat hij mee moest stoppen met dat behulpzaam gedrag en hij deed het niet. Tja, het is hoe zijn karakter is misschien, hè? Misschien is wel een heel lieve clown. Dat geloof je toch niet? Het is een clown. Ja, sorry hoor, maar dat vind ik een beetje apart dit. En nu wegwezen, want hij zit terecht in elkaar geslagen. Hey, is dat nodig, meneer, hè? Ga je maar zo dreigen? Ga je maar zo dreigen, hè? Ga je me zo dreigen? Kom op, zeg. Dat ga je toch niet doen? Ben je helemaal besodemieterd? Zo. Dacht je dat nou, hè? Stomme manager. Kom op. Nee. Ga me niet zo noemen. Zo. Kom op. Liggen jij, vriend. Zo. Liggen. Nu. Zo. Heb je nu pijn aan je knie? Kom op. Zo. Dacht je dat nou, hè? Kom op, zeg. Oh, even knock-out slagen. En Jeff, ja, ik weet niet of ze dood is of knock-out. Boeit me ook eigenlijk heel veel. Ik zeg heel weinig. Want Pennywise zag het leger al niet meer zitten. En nu gaan we eens even door naar de echte Pennywise. Ik weet ongeveer waar die zat. Hij heeft een beetje verteld, zeg maar. En ik ken zijn geheime plekjes wel, hè? Ik ken zijn geheime plekjes. Dus weet je wat? Ik ga er gewoon lekker naartoe. Pennywise, nu bij de mijne. Dus mensen, weet je wat? Wij gaan lekker naar Pennywise toe. Dus let's go. Oké, ladies and gentlemen. We komen dus bijna aan bij de volgende plek. En oh, jawel. Ik ben heel erg benieuwd wat ik hier eigenlijk kan verwachten. Want ja, ik zweer het je, man. Ik vind het echt niet best. Ik vind het zo oneerlijk voor Pennywise dit. Ja, het leven is oneerlijk. Oké, we gaan even wat doen, hè. Back off. Ik heb granaatjes. Sticky bombs. Ja, beter. Dus laat die even op de deur zetten. Dus even 1 en 2. Even allebei. Oké, afstand. 3, 2, 1. Zo. Nou, die deur is mooi open en we gaan even naar binnen toe. Ik denk dat het een mooi goed idee is om even de confrontatie aan te gaan. Want eerlijk, ik ben wel een beetje zat dit. Maar ja, jij zou ook zat worden als er iedere keer dit gebeurt. Maar my god zeg, pesten man. Ik ben er zo tegen dat gepeste gedrag. Oh my god. Hallo? Is Pennywise hier? Nee. Ik hoor hem in de verte, wat? Pennywise is gewoon in de verte denk ik. Oké, we kunnen twee kanten op, naar links of naar rechtdoor. Maar ik hoor een schreeuw. Hallo? Is er iemand? Wat? Oké, daar zijn ze. Hey, wat heeft dat te betekenen dan hè? Hey, achteruit, back off. Hey. Wat denk je van dit, hè? Mij met je neerknuppelen. Neerslaan? Ik kan je ook neerschieten, ja? Zo, in je knietjes. Zo. Nog een keer? Ga je me aanvallen. Doe maar. Zo. Liggen jij. En jij helemaal. Liggen. Of zeker twee dat je neer bent, want je verdient nog een kans. Nee, Telly. Leuk, hè? Niet lekker ingestuurd worden, Pennywise. Is zo net. Kom maar op, je gaat dat toch niet pesten? Jawel, mag ik jou ook pesten? Hey, back off. Back off, jij. Je gaat niks doen, hè? Nee. Wat? Kom. Kom maar. Lekker, hè? Zo. Dan krijg je ervan als je zo tegen mijn clown doet. Goed, laten we veel snel wegwezen hier, want ik heb hier niet meer veel te zoeken. We gaan even naar de normale Pennywise. Zullen we kijken of Pols over te nemen hoe het met hem gaat. Oké, mensen, ik heb een bericht gekregen. En ik heb best wel zorgwekkend nieuws gekregen over Pennywise. Dus ik ga er toch even naartoe. En ik wil heel graag weten wat hij nou zorgwekkend dan is. Want het is niet best. Het is echt niet best. Pennywise? Hij zou zich daar eens op treinspoor moeten vinden, man. Nee. Nee, dat ga je niet menen. Dit ga je echt niet menen. Pennywise, ben je heel serieus? Hey, stoppen. Pennywise, ga er weg. Nee, ik wil er niet weg. Niemand mag me toch. Luister, de mensen die jou zwart hebben gemaakt, de hoofdmensen zeg maar, heb ik aangepakt. Oh, maar toch niet iedereen, toch niet mijn klasgenoten? Nee. Jammer. Ja, maar goed, ik kan toch niet iedereen aanpakken? Ik bedoel, die hebben nog een leven te verbeteren als kind, snap je? Kijk, de leraar en de ouders en zo, die zijn volwassen, die hadden het al beter moeten weten. Plus, ze hebben nu een feministische beweging. Tja, heel erg bedankt voor de redding van mij, echt serieus. Maar ga je alsjeblieft weg, ik zweer het je. Ga hier weg, Pennywise, ik meen het. Ga daar weg, nu. Zo. Oké, go. Anders word je straks aangereden, dat wil ik dus niet. Dankjewel. Mensen, like deze video, abonneer op dit kanaal. 1 like is 1 respect voor Pennywise. En ik zie je later terug bij een nieuwe video. Adios.